Nou, we gaan vanmiddag een groot feest geven. Dat heet de graduation party. En het is voor de afgestudeerde jongelui van het HAVO en VWO van Almelo. We zijn hier bij het Hooghoes op het Amaliaplein in Almelo. Een hele bekende horecagelegenheid in onze stad. Waar bijna jaarlijks en nu ook weer de VWO-scholieren die hun examen hebben gehaald... even gevierd worden, gehuldigd worden. Ze krijgen de stadsbul uitgereikt van de burgemeester, van mij in dit geval. En waarom doen we dit? Wij hopen dat VWO-studenten, die gaan de wijde wereld in. Hè, die gaan studeren aan allerlei universiteiten. En we hopen dat zij met de academische kennis en kunde die ze opdoen op de universiteit... terugkomen naar Almelo, terugkomen naar Twente. Want we hebben hoogopgeleide mensen hard nodig. En daar zijn we heel blij om. Dus ik ga straks al die jongeren die hier beneden nu staan te wachten... oproepen om lekker te gaan studeren, te genieten van de studententijd... maar ook om terug te komen naar Twente. Hoe is de organisatie tot stand gekomen? Wij zijn 10 jaar geleden hiermee begonnen, omdat we het ontzettend leuk vonden om de mensen die de stad merendeel gaan verlaten, om die een goed afscheid te geven. En de initiatief is eigenlijk gekomen uit het gevoel bij Almelo. Wij willen de jongelui graag voor Almelo behouden. En dat is ook de reden dat de burgemeester vandaag hier aanwezig is om iedereen te feliciteren. En we gaan straks met een hoedje gooien en ze krijgen allemaal een stadsbul mee. Hoeveel leerlingen zijn er nu ongeveer, weet u dat? Nee, het precieze aantal weet ik niet. We hopen altijd dat er zo'n 150, 200 kinderen komen. Ze komen nooit allemaal, omdat het natuurlijk nu heel mooi weer is. En er zullen waarschijnlijk ook wel andere feestjes zijn. Maar ik weet zeker dat er veel gaan komen. Omdat het ook leuk is om elkaar van verschillende scholen hier te treffen. Dat is in feite ook de kracht van dit feestje. Het is belangrijk omdat je hiermee ook als stad laat zien. En er zijn heel veel particulieren die dit organiseren. Samen met Pius en Noordik en Erasmus die hier de schouders onder zetten. Het is van belang dat je ook de verbinding zoekt met jonge mensen in de stad. Die eigenlijk als ambassadeur van Almelo de wereld intrekken. Dus die moeten het goede gevoel van Almelo meekrijgen. Ik ben trots op alle leerlingen van alle onderwijsvormen en alle scholen die we hebben die geslaagd zijn. Want iedereen heeft er hard voor gebikkeld. Deze groep studenten zijn VWO's. Dus die gaan waarschijnlijk allemaal naar universiteiten toe. Dus die gaan ver weg. En we hebben er gewoon belang bij dat we ook die mensen, die jonge mensen, na een hoge opleiding weer terughalen. En daarom is het zo belangrijk dat we bij deze groep in het bijzonder eventjes stilstaan. Dat doen we ook met andere groepen, maar hier gaat het vooral om de boodschap. Ga lekker de stad uit, maar kom ook lekker terug.